Hey, ik ben Henk Rijkaard en welkom in de koterij. Dit is het vierde bouwweekend voor Maker Faire Gent. Er is al koffie, gelukkig, want het begint wat door te wegen. Van dit weekend gaan we dus terug van alles bouwen. Dus we zitten hier met een troep aapjes die alles uit het plafond trekt. Dat is goed, hè? Met getrainde aapjes. Goed werken, dan krijgen jullie straks nootjes. Ja? Of bananen. Nee, er wordt al gedanst om deugd, de sfeer zit goed. Yeah! Iedereen is alweer druk bezig. De lampen onder de toog, de lampen boven de toog worden aangesloten. Dus straks worden daar lampjes ingedraaid en dan hebben we licht boven de toog. Dan is dat klaar. Ze zijn de doorgang naar boven, de trap ook wat duidelijker aan het maken. Er wordt opgeruimd alweer. We zitten in de home stretch, want volgend weekend, beginnen we al aan de opbouw. Dan komen hier allemaal tafels. En boven komen ook tafels. Niet deze tafels. Deze tafels zijn om aan te zitten en aan te eten en pintjes te drinken en te babbelen met elkaar over toffe dingen die gemaakt worden. Hier komen gewoon een soort van podiumelementen en dat zijn dan de verschillende standjes waar de makers hun dingen laten zien. En daar ga ik straks meer over vertellen. Straks vertel ik alles over het fantastische programma van Maker Faire Gent. Spannend! Dat is hier de parking en die staat een mooie grote boom, maar er ligt van alle compost rond en zo, dus dat neemt te veel ruimte in, dus dat moet ook allemaal opgeruimd worden. Want ja, hier buiten gaat ook nog van alles staan. Maar goed, straks vertel ik alles over het programma. Cool, hè? Dat zijn hier de fantastische insecten van Paul Cosmo. Die is hier gisteren allemaal verschillende street art dingen gaan ophangen. Dus ik heb een aantal street art artiesten gecontacteerd en die gaan hier nu hier en daar wat leuke details aanbrengen om de site nog veel cooler te maken. En ik ben fan van Paul Cosmo. Paul Cosmo heet de mens. En dit zijn de coole dingen die hij maakt. Paul Cosmo, onthoud die naam. Yes, oké. En nu een stekker insteken, hè? Ja. Oh shit! Hier. Goed, twee. Deze nu niet. Deze. Bijna klaar. Oké, wacht, hè. Dus poging 2 om de lampen aan te zetten. Betaald af. 3, 2, 1. Ja! Oh yes! Max. En daar vliegt de drone. En normaal gezien is die ook aan het filmen. Oh, en met mijn eigen in tegenlicht. Het puur enthousiasme in tegenlicht aan het filmen. En nu zit de zon in mijn ogen. Thank you.
dag 2 van het vierde bouwweekend van Maker Faire Gent. Er is koffie. Het is paasmaandag ondertussen. Er zijn paaseitjes. Alles komt goed. Er is een gigantische to-do-lijst en dat moet vandaag allemaal klaar. Het is even spurten vandaag, denk ik. Maar eerst koffie. Ja, we zijn dus weer op dit moment gekomen. Ik heb nog bijna niks kunnen filmen, want iedereen is zodanig druk bezig, stelt constant vragen van ja Henk, we zijn klaar. Het zijn allemaal kleine jobjes, er moet nog veel gebeuren, maar het zijn allemaal kleine jobjes, dus iedereen is snel klaar. Dus ik moet eigenlijk de hele tijd mensen materiaal geven en zo, dus ik vergeet te filmen. Dus nu is het middagpauze, snel een broodje eten. De soep is deze keer van mijn schoonmoeder, merci Gerda. Gisteren was het van mijn vrouw, merci Ilse. Maar kijk, dat zijn ook allemaal dingen die ik gewoon vergeet omdat het zodanig druk is. Maar het komt goed, het komt goed. Het begint hier steeds meer afgewerkt te geraken. Dus ik moet nu dingen bedenken die ik nog kan laten doen, die eigenlijk op de lijst voor volgende week staan. En die ik eigenlijk nu al kan doen. Zoals het ophangen van de touwtjes waar de naambordjes op komen. Want de naambordjes, daar zijn ze ook druk mee bezig. Nee, we gaan hem blijven laten hangen. Dat is Brecht, beter bekend als Seven and Plo. Yes. Juist, hè? En die staat ook op de Maker Faire. En dat is dus al een voorbeeldje van... zijn het allemaal zulke dingen die hier gaan hangen? Niet allemaal hetzelfde, maar okay, ja, is. De stijl wel. Oké, ça va. Kijk, dus Paul Cosmo is hier geweest. Hè? Mm. Met zijn insecten. En nu Seven and Plo al. Mannetjes, dat wordt die de max, hè? Is waar, hè? Oké, de inhoud. Ik had beloofd in het begin dat ik jullie een aantal dingen over de Maker Faire zelf zou vertellen. Wel, de opzet is vrij simpel. Jullie kopen een ticketje en jullie komen af. Maar, oké, wat kunt je allemaal beleven? Een kleine bloemlezing. Ik ga niet alles vertellen, maar... Dus je komt hier binnen. Via de grote poort kom je hier binnen in onze prachtige bowlingbaan, barruimte. Aan de overkant van de bar is al direct de eerste workshop. Want onderweg gaan er dus een aantal workshops zijn die jullie kunnen meevolgen. Meestal kleine mini-workshopjes van... 10 minuten, kwartier, maximum 20 minuten. Leuke dingen die je kunt doen. Hier bijvoorbeeld zitten de mensen van Onbetaalbaar en die maken meubels met recyclagemateriaal. Ze gaan onder andere strandstoelen maken met puinzakken bijvoorbeeld. Dan komen we hier in de grote zaal en hier krijg je al direct een contrast tussen twee werelden. Aan deze kant staan er twee elektrische sportwagens gemaakt door studenten, maar zeer professionele elektrische sportwagens. In een van de twee kun je jullie rijden, een soort van simulatie. Hiernaast is Studio K, die maakt meubelen met handgereedschap, dus geen power tools. Dus hier super elektronica, hier gewoon handgereedschap. Ik vond dat heel tof om die twee dingen tegenover elkaar te stellen. Daarnaast is Facito. Facito is een fantastische lederwarenmaker, die maakt onder andere zadels en heuptassen en dat soort dingen. Maar hier kunnen jullie ook een mini-workshop doen en die mini-workshop is bandjes,
lederen bandjes maken. Daarnaast ineens, bam, weer een andere wereld. Hier is Robotland. Hier gaat een Imperial Dalek staan. Hier staan allemaal R2-D2's van een R2-D2 Builders Club. En daarnaast staat Jan de Koster met zijn slightly overdone robots. Ook fantastisch om allemaal naast elkaar te zien, denk ik. Dan zitten we hier in gameconsoleland. Bug en Squeezy zijn twee soorten gameconsoles. De ene alternatief, de andere zeer open source. En je mag er allemaal mee spelen. Dat zijn allemaal dingen die jullie kunnen doen. Ik ga niet alles overlopen. Ondertussen zijn we hier al bijna aan de fly zone. In de fly zone kunnen jullie luchtgolfzwevers maken. Ook een kleine mini-workshop. En Massijn Machine die maakt zeppelins op afstandsbediening. Dus je kunt een zeppelin besturen met uw eigen smartphone. Maar wauw! Vanaf hier wordt de zaal in twee gesplitst. Hier achter mij komt een grote middenbeuk met allemaal tafels. Aan de zijkanten ook dus twee delen van het parcours. Aan deze kant, volg mij mee. Aan deze kant staat Papercraft Plaza. En daar kan je met papier heel coole kleine dingen in elkaar knutselen. Aan de andere kant zien we 7 & Plo, maar die hebben we daarnet al besproken. Food Lab, hier ga je dingen kunnen proeven. Alternatief voedsel. De mensen van Bulb doen hier een workshop. Hout plooien onder andere en dingen maken met hoe noem het transparant, het is geen glas, hoe noemt dat? Acrylglas, acryl. De plexi! Dus dingen maken met plexi en houtplooien. Hier zijn ook enorm veel fablabs en dergelijke dingen. Hier is District 3 en fablab Zandhoven. Axolotti, de alternatieve broer van Helmut Lotti. Hier kun je dus DIY synthesizers. En niet alleen DIY, nee, superprofessionele synthesizers, maar modulair en zo. Allee, zij zullen het beter uitleggen dan mij. Hier op het einde van de zaal is een testbaan om met elektrische skateboards, jawel, met een elektrisch skateboard van Electric Skateboard Solutions. Je kunt hier een keer een testritje doen, een testritje van 10 meter, dat is niet spectaculair, maar dat is toch wel tof om een keer op zo'n ding te staan en te zien hoe hard dat je je nek kunt breken op zo'n ding. Dan, hier hebben we de lieve mensen van The Shack. Hier kun je, denk ik, een zoektocht doen met radiozenders. Dus dan heb je zo'n koptelefoon op je kop en dan moet je overal, hier op de Maker Faire, kleine vosjes, denk ik, vosjes proberen lokaliseren. En dat is een beetje een biep, 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 biep. Supercool. Dus een, onder andere een radiofonische zoektocht. Hier zijn ook allemaal makerspaces, Aster Technics, Brixel, Amigo. Onze kleine vriend Mauro is 9 jaar, komt hier al van alles tonen op de Maker Faire. Hier zijn we ondertussen ook een cosplayland. Hier is een volledige hoek met cosplay. Linglister, die gaat van alles doen met make-up. En de naam hangt hier niet meer, maar dat, zijn dus een samenwerking tussen een viertal verschillende cosplayers die hier ook van alles gaan tonen. Ik raas er door, want er is zodanig veel te zien hier op de Maker Faire. Nu nog niet, hè. Je moet het u inbeelden. Tim Durix die maakt cello's en violen, dus klassieke instrumenten uit modern materiaal. Uit composietmateriaal. En hier staan natuurlijk onze goede vrienden van Technopolis. En die gaan ook van alles doen met gameconsoles en ook proefjes. Batterijen in brand steken. En dan verlaten we de grote zaal en komen we alweer in de barruimte. Is het plezier hier dan gedaan? Nee, het plezier begint hier natuurlijk, want hier kun je iets drinken, maar hier kun je ook nog van alle verschillende workshops doen. Hier gaan natuurlijk ook onze prachtige tafels staan die we een paar weken geleden gemaakt hebben, de Enzo Mari tafels. Maar hier staat Anthony Likes met zijn vrienden van Open Garage en Fright Camp. En hier kun je leren solderen op 10 minuten tijd, misschien een kwartiertje als je traag bent, kun je leren solderen. En dan gaat je naar huis met een heel cool klein badge met flikkerende oogjes. Een vosje met flikkerende oogjes. Dat kun je hier gratis allemaal, hè? Dat heb ik er nog niet bij gezegd. Gratis. Hier zijn onze goede vrienden van Velleman for Makers. Hier gaat je leren werken met een 3D-printer. Van een computer getekende tekening over naar een 3D-geprint voorwerp. En je gaat ook nog leren werken met programmeerbare LEDs. Hier hebben we onze goede vrienden van Hoogend. Hier gaat je voor de
kindjes vooral een heel leuke workshop. Textiel bedrukken met zelfgemaakte verf, zelfgemaakte stempels. Maak je zelfgedrukte stof en met die zelfgedrukte stof maak je een hele leuke pennenzak om mee te nemen naar school of naar je werk. Waarom ook niet? En hier dan ook nog van Hooghemd. Hier hebben we twee escape rooms. Eén op basis van wiskunde, één op basis van wetenschap. Oh my god, het is nu al spannend. Wiskunde. En dan verlaten we de barruimte en gaan we naar de centrale gang. Want hier is ook nog van alles te beleven. Hier is de fietskeuken. Hier kun je broeksriemen maken, onder andere met buitenbanden van fietsen. Hier gaat ook Creatool staan. Creatool is een soort van houten mechano waar dat je van alles mee kunt maken. Eigenlijk gewoon bouw je eigen hookar, bouw je eigen brug, bouw je eigen van alles. Gewoon met hout en wat wielen en zo. Dat gaat hier liggen, dus dat wordt hier een grote speeltuin. Hier workshop ijzersmeden voor kinderen vanaf 6 jaar. Kunt je een uurtje workshop ijzersmeden doen. Allemaal gratis, hè. Het enige dat je moet doen is een ticket kopen en de rest is gratis. Goed, dan komen we hier. Dit wordt nog allemaal opgeruimd, hoor. Dan komen we hier op de trap. Het is misschien een klein beetje donker. Hier moeten we misschien nog wel een lampje hangen of zo. Dan komen we op het eerste verdiep. Je kunt gaan conditietraining doen, hoop ik. Hier komen we op het eerste verdiep en hier zijn een aantal verschillende ruimtes. Hier kunt je Nerdwack spelen. Nerdwack is eigenlijk gewoon een soort computerspel waar je met een hamer op de kop van een nerd moet kloppen. In deze ruimte komt er een augmented reality zandbak. Inderdaad, bijna twee contradictorische termen. Augmented reality zandbak. Je graaft erin en als je erin graaft, dan worden de hoogtelijnen er live opgeprojecteerd. Waanzin! De mannen van Massala zitten hier ook. En dan kunt je een workshop beat maken met Ableton, onder andere volgen. Hier komen we dan in de workshopruimte. Die hebben jullie vandaag al gezien in deze video. Workshops met van alles en nog wat. Hier zal De Krook staan, de fantastische bibliotheek van Gent. De Krook met een lasercutter. Maar ook de mensen van Creatieve Stem zullen hier staan. En Artlab, inderdaad, Artlab. Workshops Arduino. Dus die gaan hier ook doorlopend zeer coole dingen doen allemaal. Kleine kitjes die je in elkaar kunt steken. Zoals ik al zei, mini-workshops van 10, 15 minuten. Maar ook de langere workshops zullen hier gebeuren. Langere workshops, onder andere Heike. Een meisje van 9 gaat ons met Arduino, met Scratch leren programmeren. Dan komen we hier aan de keynote-ruimte. Hier gaan ook heel veel mensen van alles vertellen. Onder andere Sebastian gaat van alles vertellen over zijn bijdrage bij Marble Machine X. Als je niet weet wat Marble Machine X is, dan zit je nog niet lang op YouTube. Bruce gaat zijn Tesla-coil demonstreren en je mocht er dan aankomen. En dan schieten er bliksems naar je vinger. Supergevaarlijk. Nee, maar wel vrij cool. Van alles, van alle verschillende keynotes, ik verwijs graag naar de website www.makerfairgent.be voor alle nodige informatie. En dan gaan we hier naar beneden. En dan zijn we terug in de centrale gang. En in de centrale gang kun je dus met Creatool van alles doen. En dan komen we terug buiten het grote centrale plein. De Maker Plaza, of ik weet niet hoe dat we het gaan noemen. En hier is ook nog van alles. Ja, het stopt niet. Hier is ook nog van alles. Hier zal een grote tent staan en er is van alles te doen. De vrijdagavond is er Maker Faire Comedy Night. Zaterdag overdag kunt je robots zien worstelen met elkaar in een soort van sumo-elektronica battle. De zondag kunt je drones programmeren en met drones leren vliegen in die tent. En ondertussen ook rijden in een van de robots van Jan de Koster van Slightly Overdone. Er gaan natuurlijk ook foodtrucks zijn, want de innerlijke mens moet ook verstevigd worden. Of hoe zeggen ze dat? Lekkere foodtrucks. Van alles om te fretten. Koffie, wafels, kroketten. We hebben van alles. En dan hier, als pièce de résistance, Les Géants de Galapagos of zoiets. Les tortues géants de la Galapagos. Of de reuze schildpadden van de Galapagos. Kan het zelfs niet het Nederlands. Maar dus les tortues géants de Galapagos. En wat is dat? Dat zijn reuze schildpadden die leven op de Galapagos-eilanden. Die gaan hier staan, maar natuurlijk in hout nagebouwd. Twee reuze schildpadden op rails. En je kunt je kindje er bovenop zetten op die reuze schildpadden. En dan
mag de mama en de papa op zijn fiets met zijn groot wiel en zijn klein wielje van achter fietsen, fietsen, fietsen. En dan is het een race tussen twee reuze schildpadden. Extreem traag natuurlijk, maar dat gaat heel cool zijn om naar te kijken. Terwijl iedereen hier een hamburger fret en een pintje drinkt en geniet en napraat over alles wat je gezien hebt op Maker Faire Gent. Je zou mij een heel groot plezier doen om nu eens naar die website te surfen, www.makerfairegent.be, en een ticketje te kopen. Dat zou fijn zijn. Dankjewel. Ik hoop dat je het leuk vond. Ik hoop dat je het leuk vond. En abonneer als je dat nog niet gedaan hebt, maar vooral en vooral weer dankjewel aan de helden van dit weekend.